Overgewicht is een steeds groter probleem. Niet alleen is het cosmetisch heel vervelend voor patiënten, maar het leidt ook tot een toename van type 2 diabetes en zelfs kanker. In mijn praktijk zie ik hoe moeilijk het is voor mensen om af te vallen. Terwijl we eigenlijk allemaal weten hoe het zou moeten, namelijk minder eten en meer bewegen. Mijn onderzoek richt zich daarom op nieuwe methoden om af te vallen. En ik focus me daarbij op het lichaamseigen bruin vet. Nou, wat is nu bruin vet? Bruin vet is een weefsel dat we allemaal hebben en dat evolutionair bedoeld is om warmte te produceren. En dit doet het bruin vet door vet te verbranden. Je kan je dus voorstellen dat hoe meer van dit gunstige bruin vet je hebt, hoe sneller je stofwisseling gaat. En dit is met name van belang wanneer je bijvoorbeeld in een koude omgeving bent, dan wordt dit bruin vet aangesproken. Nou, nu is gebleken dat slanke mensen veel meer van dit gunstige vet hebben dan mensen met overgewicht. Dus mogelijk speelt dat bruin vet echt een belangrijke rol bij de stofwisseling en bij het voorkomen van overgewicht. Nou, daarom richt ons onderzoek zich erop om te kijken of als we nu methoden kunnen vinden om de hoeveelheid bruin vet of de activiteit ervan te vergroten in mensen met overgewicht, of ze dan afvallen. En onze eerste studies hebben laten zien dat wanneer je mensen met overgewicht aan kou blootstelt, dat hun stofwisseling inderdaad sneller gaat. Dus een eerste methode om ervoor te zorgen dat je meer bruin vet kweekt, is dan ook door bijvoorbeeld koud te douchen en door de verwarming lager te draaien. Maar ja, dat is natuurlijk niet de meest prettige manier om af te vallen. En daarom zijn we nu ook in heel veel modellen bezig om te zoeken naar geneesmiddelen om dat bruin vet harder aan te zetten. In de hoop dat we daarmee op een wat prettigere manier overgewicht kunnen bestrijden.